Dit is een lasershow system. Ik ga jullie laten zien hoe je hem kunt gebruiken en welke functies hij allemaal heeft. Dit is een DMX laser met een gewone voedingskabel en een ingangsspanning van 90 tot 240 volt. Dan heeft hij ook nog een DMX in en output. Zo kan je hem ook besturen met een DMX controller. Als je graag wilt zien hoe het werkt met een DMX controller, abonneer dan op mijn kanaal en dan zal ik jullie uitleggen hoe je dat kan gebruiken met een DMX controller. Hier zit ook nog een klein controlepaneel waarmee je de laser kan besturen en enkele effecten kan kiezen. Dit apparaat beschikt over 3 kleurkanalen, rood, groen en blauw. Ik ga jullie nu laten zien hoe hij werkt. De laser instellen is helemaal niet moeilijk. Je drukt op menu en dan kan je van menutje wisselen. En nu zit ik in de sound sensitivity mode. Hier kan je eigenlijk kiezen hoe sterk de laser moet reageren op geluid. Dus dit is eigenlijk dat hij gaat wisselen elke keer op de beat van de muziek. De volgende mode is de DMX mode. De laser heeft 16 kanalen, dus ik stel hem in op 16. Dan kan je ook kanaal 16 selecteren op de DMX controller om hem zo te besturen. Dan hebben we de auto mode. Dat zijn eigenlijk 2 vooringestelde programma's die je kan laten afspelen. Daarna komen we de sound mode tegen en dit zijn ook weer 2 programma's die je kan kiezen. Er is ook nog een kleurmode en daarin kan je instellen welke kleur de laser moet gebruiken. Jullie zien dat er dus ook weer 3 keuzes zijn. Je kan hem zetten op wit, dan combineert hij alle 3 de kleuren. Of je kan hem zetten op rood en groen. Je kan hem ook zetten op afwisselend en dan wisselt hij af tussen de 3 verschillende kleuren. Dit zijn enkele van de functies die de laser doet. Op beeld ziet het er wel helemaal anders uit dan in het echt. Ik laat jullie ook nog eventjes het vooringestelde programma zien. Met een DMX controller kan je elke functie of beweging of prentje zelf maken. De laser maakt ook wel een beetje lawaai. Ik zal jullie eventjes laten horen hoe dat klinkt. Zoals jullie horen is het geen stille laser. In een van de volgende video's wil ik deze laser ook zeker eens open doen om te zien hoe het er van binnen uitziet en hoe alles werkt. Als je die video ook wilt zien, abonneer dan op mijn kanaal en bij de 10 likes op deze video ga ik hem openmaken. Met een rookmachine ziet het er veel cooler uit, daarvan laat ik jullie straks ook nog een paar beelden zien. Het flikkert wel een beetje, maar ik denk dat dat normaal is. Als je meer van deze video's wilt zien, abonneer dan zeker op mijn kanaal. Tot de volgende video.